Dus als ik het goed begrijp, hebben we logees. We gaan op de kippen van je tante passen. We gaan vooral de kippen van mijn tante voeren. Want die beesten eten superveel, dus ze hebben heel veel voer nodig. Oh, ja. Kijk eens, dames. Oké, maar Matthijs, moet je eerlijk bekennen, ik heb nog nooit op een kip gepast. Ik eet eigenlijk alleen maar kip. Maar dat is eigenlijk best wel een goed idee. Gaan we lekker kipnuggetjes maken. Nee, Matthijs, doe maar. We gaan van deze kippen toch geen kipnuggets maken? Die moeten gewoon terug naar je tante, man. Hé, hey, Sorcelle, natuurlijk gaan we die kippen niet opeten. Wat dacht jij nou? Oh, jongens, hij maakte maar een geintje, hoor. Nee, wij gaan kipnuggets maken van iets dat in kippenvoer zit. Tuurlijk, Matthijs. Kipnuggets maken zonder kip, kippenvoer eten. Heb je nog meer wilde ideeën? Je kent me, ik zit vol met wilde ideeën, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want in kippenvoer zit namelijk de restanten van soja, de superboon. Soja, de superboon. Soja, de superboon. Wacht, wil jij zeggen dat jij soja de superboon niet kent? Jeroen, we zouden hier kipnuggets komen maken. Want het blijkt nu mogen we ook helemaal geen soja meer eten. Natuurlijk wel, de soja is een echte eiwitbom. We kunnen de hele boon gebruiken tot aan het schilletje. Er zit veel eiwit en olie in. We moeten alleen leren anders te gebruiken. In plaats dat we heel veel soja laten groeien om alle dieren te voeren, kunnen we het ook de boon direct gebruiken. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort vleesvervangende soja-tovenaar, zeg maar. Ja, en samen met mijn team ontwikkelen we heel veel vleesvervangende producten. Maar je hebt heel veel sojabonen nodig om het vee te voeren. Maar heb je dan weer veel minder sojabonen nodig als je er vegetarische producten van maakt? Bijvoorbeeld kipnuggets, ja. Noem maar wat. Ik kan het wel even laten zien met een voorbeeld. Ja, leuk. Kijk, dit is het voorbeeld. Stel je voor dat we dit schaaltje bonen aan een kip zouden voeren. Kunnen we daar uiteindelijk 4 kipnuggets van maken. 4 maar? Van het vlees wat je van een kip als hij dood is. Dat is niet veel. Nee, dat is eigenlijk best weinig. Datzelfde schaaltje kunnen we ook direct gebruiken in ons proces. En dan kunnen we uiteindelijk 14 vleesvervangende kipnuggets mee maken. Dus dan slaan we de hele kip over? We slaan de kip over. Je blijft lekker leven. Gelijk in de nugget. Dus als je hetzelfde bakje bonen gebruikt, kan je veel meer vleesvervangende producten maken. Ja, klopt. Dus je moet gewoon die hele kip weglaten eigenlijk. Het is veel beter voor het milieu, man. En ook de oplossing voor het ontbossingsprobleem. Ja, het ding, stoppen we die bonen gewoon gelijk in een kipnugget. Een vleesvervangende kipnugget en niet in een kip. Sorry, dat is mijn kipcam alert. Je moet het weer eten. Ja. Kapot, man. Jeroen, wat mij nou opvalt, je hebt allemaal bakjes. Neem ons eens mee door je bakjes. Hoe maak jij nou van een boon een vleesvervangende nugget? Nou, deze boon gaan we uiteindelijk verwerken tot deze structuur. Mm-hmm. Oké, dus deze boon wordt dit. Ja? Wacht even, jij wil zeggen dat dit sojaboon is? Ja. Sojakip? Is dat helemaal zo schilferig? Nepkip. Nepkip? Maar hier, dat is net zoals die echte kip. Dan heb je echt zo die schilferige structuur met die draadjes, dat vezelige. En dan? Daar voegen we wat vet aan toe. Lijkt net mayo. Ja, waarom? Het is een soort van mayo. Het is water en olie met een beetje eiwit. En dat voegen we toe voor de vettigheid. Het smaakt nog niet naar kip. Hoe zorgen jullie dan voor die echte kipsmaak? Ja. Dan voegen we kruidenspecerijen toe. Het smaakt nog niet naar kip. Het smaakt nog niet naar kip. Kan ik dit ergens in de afvalbak ergens? En uiteindelijk gaan we dan paneren in. Oh, dan doe je hem zo. Ja, daardoor. En dan wordt het, Jeroen, kijk daarin. Hoppa! Een kipnugget. Vleesvervangend. Ook als je zonder vlees kookt, heel belangrijk, goed mixen. En je ruikt het al, hè? Ja. Zo, inderdaad, ja. Welkom terug bij Lekker Vleesvervangend Koken met Jeroen, Sosja en Matthijs. Oké, maar we hebben dus de mix. Heerlijk, lekker. Nou, dan mogen jullie gaan vormen met deze hele grote vormplaat. Oh, hey. Ik heb net het vormpjes! Maar hoe bepalen jullie nou welke kipnuggets er in de winkel komen te liggen? Daar hebben we een testpanel voor. En dan, die gaan proeven en zo? Die gaan proeven en als die lekker genoeg is, dan komt die in de winkel terecht. Heb je nog mensen nodig voor zo'n testpanel? Nou, misschien hebben we al een plekje vrij. Oh, daar heb ik zin in. Je hebt toch ook vleesvervangende vissticks? Ja, vissticks. Vleesvervangende vissticks? Ja, van bonen. En visburgers, ja. Allemaal van bonen. Dus er is allemaal bonen in? Ja, precies. Zo. En nu? Super. Mag het folie eraf? Oké dan. Mm-hmm. Wow. Zullen we voorzichtig de plaat even op? Ja. In principe
Oh, het valt er al bijna doorheen. Druk was het eigenlijk. Oh, dat moet ook. Oké. En los. Nou, welkom terug bij Lekker Vleesvervangend Koken met Jeroen, Sosja en Matthijs. We hebben nu kipnuggets. Nu moeten ze nog een jasje aan. Jeroen, wat is dit? Dit is een batter. Dus jullie gaan een batter noemen ze dat. Even lekker een batter. Dus ze nemen even een badje. Een badje, ja. Geef ze maar even een badje. En dan gaan ze daarna lekker door die krokante paneerlaag. Baiting time. Zo. Is het te veel of is het goed? Mag wel meer. Gooi ze maar. Ja. Nog meer? Ja, man. Gaan we zwemmen. Gaan we ze lekker paneren. Lekker. Heerlijk. Wat zit je nou mijn station over te nemen? Ja, kom maar hoor. Oké dan. En dan gaan we deze dus frituren. Ja. Want wat maakt die uiteindelijk dan dat ze zo krokant worden, Jeroen? Ja, we hebben nu dus cornflakes eromheen gedaan en die gaan frituren. En dan worden ze knapperig en dan krijg je dat krokante laagje. Ah, dat is gewoon cornflakes. Ja. Lekker. Super simpel. Oké, slinger die frituur maar aan. Welkom terug bij Lekker Vleesvervangend Koken met Sosja, Jeroen en Matthijs. Nou, we hebben vleesvervangende nuggets en die gaan nu in de frituur. Tijd Let's loopt go. Nu. Frituur. Ja! Ja, daar zijn ze hoor. Zo, lekkere vleesvervangende kipnuggets. Mooi! Ja. Wat? Ik dacht al dat je dat ging doen, maar dat gaan we dus mooi niet doen. Zo. Want jij gaat eerst even deze opzetten, deze jongen. En dan? Een pakketje. En dan gaan we... Ja, maar nou zie ik niks. Nee, dat is juist de bedoeling. Kijk, we hebben hier namelijk ook echte kipnuggets. Nee, het ziet er sowieso al veel minder uit. Maar goed, ik ga jou zo meteen, Sosja, een echte kipnugget geven en een vleesvervangende kipnugget. En dan gaan wij eens even kijken wat jouw smaakpapilletjes daarmee doen. Oké. Hier is een echte kip. Ik moet raden welke echt en welke nep is. Ja. Hier is een echte kipnugget. Of niet? Je weet het niet. Je weet het niet. Ja? Mag ik het? Ja? Oké. Krokant. Voor wel echt een structuur van kip. Ja, krokant, structuur, klopt. Ja. Het zou gewoon echte kip kunnen zijn, hè? Maar lekker wel. Oké, Sos, ben je er klaar voor? Ja. Komt ie aan. Stukje echte kip. Of niet? Je weet het niet. Je weet het. Ook de structuur van kip. Mm-hmm. Minder krokant. Ja. Ik weet het niet. Je weet het echt niet meer. Nee, het lijkt oprecht heel veel op elkaar. Maar deze smaakt wel iets meer naar kip, zoals ik het ken. Maar op zich is dat natuurlijk dan wel echt al een geslaagde test. Ja, dat je gewoon niet kan proeven of het van kip gemaakt is of van boon. Dat vind ik op zich al een overwinning voor de sojaboon. Zeker. Waar zitten dit nu al zo te eten? Maar dit was dus gewoon een sojaboon. Is dat fantastisch? Bizar. Niet normaal. Ja. Goed, hè? Het lijkt me weer een geweldig einde van weer een aflevering van Vleesvervangend Koken. Met Jeroen, Sosja en Matthijs. Tot de volgende. Ik ben benieuwd of we dan weer vleesvervangend gaan koken.